Ik ben Mariette, ik kom uit Leopoldsburg en ik ben 78 jaar. Mijn droom was, al van als ik klein ben, ooit met een orkest te zingen. Wauw, daar droom ik al zo lang van. Een goede borrel zou ik hebben, missen. Dan koot ik achterin en dan was mijn stem is de klas. Maar ik heb dat niet bij. Zij is nu nog in een tijd, mag ik nu nog niet op? Ja, dat duurt hier, hè. Dat is altijd. De pensioneerders hebben nooit geen tijd. Ja, ten opla, dat is eerste klas. Dat is eerste klas. Als liefde zoveel jaar kan duren, dan moet dat echte liefde zijn. Ondanks de vele kille uren, de domme fouten en de pijn. Heel deze kamer om ons heen, waar ons bed steeds heeft gestaan, draagt sporen van een fel verleden. De wilde hartstocht is nu heen, de zoete razenij vergaan. De woorden waar we toen mee streden. Ik hou van jou, mijn schoon, hè? Hart en ziel. Hou ik van jou, langs de zon en maan tot aan het ochtendblauw. Hou ik van jou. Ik hou van jou, met heel mijn hart en ziel. Hou ik van jou, langs de zon en maan tot aan het ochtendblauw. Ja! Hou ik nog steeds van jou. Dag mevrouw. Hallo. Dag mevrouw, wie ben jij? Ik ben Mariette. Dag Mariette. Dag Dana. Ik ben een beetje sprakeloos. Zeker nu ik mij omgedraaid had. Ik was al aan het denken van... Ja, ze heeft het fantastisch goed gebracht. Je staat er ook. Het doet iets met mij. En ik denk dat jij heel veel dingen kan en dat je het ook kan vertellen. En daar gaat het mij ook om. Mag ik nou jouw leeftijd vragen? Ik ben 78. 78? Oh my god. Ik ben zo gelukkig, maar ik ben echt gelukkig. Dankjewel. Een vrouw met klasse, dat mag ik wel zeggen. Mariette, mag ik eens vragen? Ja. Hoe lang... Waarom heb jij niet omgedraaid? Ja. Ja, waarom heb jij niet omgedraaid? Van als jij meedaat, hè, door dat idool-ding met je roeibroek aan, hè, ja. Was ik al een liefhebber van mij. En ik was een Is dat waar? Ja. En nee, blijfde jij daar zitten? Oei. Godverdamme. Ja, echt waar. Ik zeg alleen, draait die nee niet op. Ik wil wel zeggen, iemand die zo op die manier ik hou van jou zingt, ik was daar echt wel van aan het genieten. Maar ik ben heel eerlijk, hè, want jij zet dat ook. Ja, ik hou van jou, maar jij... Maar zo, die vibrato dat je hebt, daar ben ik zelf niet zo'n grote fan van. Nee. Maar dat wil niet zeggen dat het geen goede performance was. Want dat hebben we wel... dat hebben we allemaal wel gevoeld. Jij hebt niet zien zingen, maar ik heb wel oren aan mijn kop, hè. Ja. We mogen niet vergeten, mevrouw is 78. Dat is waar. Als wij die leeftijd hebben, gaan wij ook een andere vibrato hebben. Ik word zo oud niet. Nee, maar ik vind... Als je zo bezig wordt, zeker. Ja. Zeg, Mariette, ik kom u halen. We gaan knuffelen en we gaan nog een fantastische tijd tegemoet. Okay.
zijn. Niet boos zijn, hè. Alle knuffeltjes, ja. Waar ik nu ja, kom. Ga jou wegbrengen. Ik dacht, ik moet die mensen toch iets van mezelf geven. En ja, het zit een beetje in mijn naam. You're a winner. Niemand die is komen, hè? Nee, zeker. Ik hoop op een winnaar, hè. Amai, you're a winner, Mariette. Mariette, zo. Het was goed. Oh. Wij wisten. Ze verwarren het. Zeg, het was fantastisch. Qua ambiance, in elk geval een hele goede kandidaat. Oh. Ja, en ja. Het is een toffe madame die ik denk dat we toch nog iets kunnen laten doen. Oh, en die vibrato, hè. En nog volle roesting, hè. En die vibrato, die pak ik erbij, hè. Dat werd aangeleerd, hè. Dat moest je zo brengen, hè. Ja. Meen je dat? O, lieve vrouw. Yes, we gaan door. We gaan door, we gaan door. Joepie. Ik ga door naar de knock-out, ja. Daar heb ik een beetje bang voor. Dat ze mij iets gaan leren, wat nieuw is voor mij. En ik ben niet meer zo rap voor teksten van buiten te leren.